Yo, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Vandaag hebben we weer echt een gierig item. Ja, het is eigenlijk al een item die we al een keer hebben gemaakt. Ja? We gingen namelijk testen hoe gul de influencers waren. Nou, was het zo dat er nog wel wat comments waren van ja, maar ja, ze kennen jullie. Dus en ja, daarom zijn ze gul. Nou echt dan goed testen. Ja, dus wij dachten dit keer gaan we hetzelfde doen, maar dan zonder ons, met een onbekend iemand. En daarvoor hebben we Bram. Die kan je kennen van onze video van onze man in oranje. Toen was het een Portugees keeper. Waarschijnlijk heb je dat niet gezien. Dit is Bram. Go, go, go! Ah, die weer, die weer. Kut! Androek. Ja, jij moet echt die hoek pakken, keeper. Bram. Het kan toch niet zo zijn dat wij die hoek afdekken? Jij hebt dat. Dat was de afspraak. Bram, het plan van vandaag is simpel. We gaan een paar influencers pakken die we al eerder hebben gepakt, hebben getest. Ja. En een paar die we nog niet hebben getest. En we beginnen bij Koen Weiland. Martijn kreeg daar een PlayStation 5 van. Met een controller en een spelletje. Ik heb 2 minuten binnen gestaan. Ik heb met dit ding gelijk gewoon in mijn handen geduwd gekregen. Misschien is dat nu voor nu een beetje hoog ingezet. Dus ja. Ik zat te denken, je gaat voor een ontbijtje. Je wil een broodje. Lekker. Ik heb nog niet gegeten, dus dat vind ik een hele goeie. Je ziet er ook uitgehongerd uit. Ja. Zo. Wij kijken mee, dus voel je niet alleen. Wij staan een paar honderd meter achter je. Ja. We got But you. We got your back, man. Ja. Bram, we zijn er klaar voor. Bram, succes, jongen. Succes. Zet hem op, jongen. Kijk, daar gaat hij. We kunnen dus alleen nog maar meekijken via het raam. Ja. Aangezien dit ding kapot is. Spannend! Hoi. Hoi. Hey, ik had een beetje een gekke vraag. Ja. Ik heb zo meteen een afspraak onder de hoek. Is geniet van Koen het helpen. En mijn telefoon die is leeg. En ik ben mijn pinpas vergeten. Ik ben misschien iets te eten naar huis. Ja, ik weet dat het een gekke vraag is. Gewoon een broodje of iets. Ja, dat wil je. Een beetje kaas, ja? Ja, is goed. Lekker. Top, dankjewel. Wat lief. Lekker. Ja. Lekker, Bram. Hoe ben je, hè? Hi. Yes. Nou, geweldig. Ik heb ook nog een vers gekookt eitje. Hè? Je bent echt een schat. Dankjewel, je bent help enorm. Thanks. Ja. Doeg. Een rebulletje. Wat een baas. Het ging echt ontzettend lekker. Niet normaal. We kunnen stellen dat die weilandjes heel gul zijn. Ja, ik vroeg gewoon om een broodje. Ik kreeg een broodje kaas, eitje erbij en een reboeletje. Ja, je hebt het goed voor elkaar. Maar goed, het is tijd voor de volgende. Thomas Cox. Daar is Martijn laatst nog een keer langs geweest om een pizza te bezorgen midden in de nacht. Reageerde hij overigens ontzettend leuk op. Thomas Cox? Grappie. Jij hebt pizza bij je. Jij hebt pizza bij je. Ja, ik kom je pizza brengen. Ik hoop dat je blij mee bent. Wat lekker was. We zijn ook benieuwd hoe hij reageert op een voor hem wildvreemde die iets van hem wilt. En ik zat te denken, ga voor een nieuw outfitje. Ja, vind je dit... Nou ja, we willen gewoon kijken hoe gul die is. En ja, misschien kan je wel een nieuw shirtje gebruiken. Broek, schoentjes, wat je leuk vindt. Ik zou zeggen, ga de hele kledingkast leeg. Ja, haal alles uit de kast. Zet hem op. Goeie. Misschien is het wel handig als je een beetje doet alsof jij hem kent. Want hij heeft natuurlijk met heel veel mensen gewerkt. Ik zou misschien heel erg zeggen, misschien niet eens doen alsof je hem kent. Je bent gewoon een sloeber die gewoon langs de deuren gaat, vragen of mensen kleren voor hem hebben. Maar ik zie er toch helemaal niet uit als een sloeber. Grap, kijk even naar je. Doe je schoenen uit. Blote voeten, hard. Ja man, barefoot. Ja. Oké, fuck it. Maar je ziet er nog wel te schoon uit. Rol ook even in de modder. Ja, bereid. Maar even voor de feeling, altijd even een paar biertjes, dan ruik je ook, dan heb je die alcoholwalm. Ja, het is helemaal goed. Oké, let's go. Ze hopen dat Thomas thuis is. Geen beweging. Ja, als hij niet open doet, fuck it, probeer gewoon de buurman. De buurman proberen natuurlijk. Ik hou er gewoon om dat ik voor lul sta, of niet? Nee, we willen gewoon een paar schoenen voor je. Ja, dit doet echt niemand open. Ik heb alle drie die bellen aangebeld. Vraag nu die man bij de fiets. En met zijn kind, kindje. Met zijn kindje voorbij komt lopen. Nu met die hond. Hier. Dit is zoveel leuker. Om het zelf niet te hoeven doen. Jongens, we gaan door naar de volgende. Calvijn heeft vast wel een paar nieuwe schoenen voor me. Thomas mocht niet baten, dus nee, we staan nu in de straat van Calvijn en volgens mij heeft hij nog steeds geen schoenen. Ik heb nog steeds geen schoenen, dat klopt. En heb je voeten weer schoongemaakt? Laten we die weer vies maken. Nou, dat hoeft niet per se, want bij deze smoes loop ik niet al de hele tijd over straat zonder schoenen. Kijk eens naar rechts van je. Iets meer naar rechts nog. Ja? Nog iets meer. Daar kwam je vandaan.
Uit dat slootje. Nee, zeker niet. Ik weet niet eens waar de fuck ik ben. Dus ik heb eigenlijk nieuwe schoenen nodig. En als het er even vandaan af kan, een tientje. Want dan kan ik ook met de trein naar huis. Ik zeg je eerlijk, ik vind deze wel spannend. Hoezo vind je deze spannend? Kijk je tegen Calvijn op? Ja, ik kijk al zijn video's. Ik ben echt zijn allergrootste fan. Nee, het is meer... Daar hebben we de knip geplaatst, dus dat is wat we gebruiken. Oh, oké. Oké, joep. Hi. Hey, ik heb echt een hele gekke vraag. Ja, wacht. Ik werd hier wakker bij een random chick in een huis. Ja. Yeah. En ik heb gewoon geen schoenen. Heb je iets van slippers voor mij? Je mag vallen. Deze hebben als je wil. Ja, echt? Ja, het is maar 39. Chill. Thanks. Weet je waar ik ben? Tenminste, ja, tuurlijk weet je. Oh, wacht. Ik heb wel andere grote slippers voor je. Wacht. Ja? Doe even de deur dicht. Ja, tuurlijk. Ja. Je hebt sowieso 20 euro nodig. Ja, en een vest. Het gaat zo regelen. Je hebt ook een vest nodig. Of een paraplu. Paraplu. Ja. Ik krijg gewoon schoenen. Ja, wat chill. Hij kreeg al iets en nu krijgt hij nog beter ook. Hier, neem deze. Oh, wat chill zeg. Hoe kom ik bij... Hier ben je nu. Ja. Ja, hier is een bushalte. Ja. En dan... Zeg maar, kijk, dan als je niet te veel valt met de camera. Dus kijk nu deze kant op. Geld? Zo, nee. Thanks. Ze biedt zelf geld aan. Ah, Nina, wat kom je hier toch veel te goed uit. Het werkt gewoon beter. Ja, man. Dit werkt gewoon beter. Dit gaat vlekloos. Kijk, hoe is het centraal kunnen. Echt geweldig. Maakt niet uit. Dankjewel. Ik kan je ook wel de beste overkomen. Thanks. Ik kan de beste overkomen, nee. Je bent natuurlijk nu lekker op de versiertour. Je komt net van een chick. Ja. Loop even terug van, alsof je niet weet wie het was. Probeer een nummer te fixen. Dan maak je het, dan kan je het geld namelijk terug overmaken via een tikkie. Nee. Ja, dat is handig. Je hebt je telefoon niet bij je, dus je hebt haar nummer even nodig. Probeer een nummer te fixen. Probeer een nummer te fixen, want je wil dat tientje wel teruggeven. Je hebt je telefoon niet bij je, dus je moet even noteren. Ja. Succes, hè. Of... Ja, dus probeer er ook mee te versieren. Ja. Van, sorry, maar ik voel net een klik. Voelde jij die ook? Ik weet dat het een beetje gek is, aangezien ik net bij een andere vrouw vandaan kom. Maar je moet wel nu terug. Gewoon ervoor gaan. Niet lang over nadenken, gewoon gaan. Ja. Ik zat te denken, kan ik je niet gewoon even een tikkie sturen? Nee hoor, neem me lekker mee. Ja? Nee, hoeft echt niet. Nee? Nee, echt niet. Oké, okay, ja, en zou ik misschien leuk vinden om een keertje wat te drinken samen? Ik heb een partner. Oh, echt? Al 10 jaar. Oh, serieus? Al 10 jaar, oké. Okay. Ja. Dus, ja, ik dacht... Maakt niet misschien, oké. Okay. Jammer. Nou, succes. Ja, ik weet zeker dat je dit niet terug wilt? Nee, ik hoef het echt niet. Okay. Nee, ik hoef het echt niet. Nou, dankjewel. Thanks. Niet normaal, hè? Ja, slippers, je hebt niet eens hoeven vragen. Het was ongelooflijk. Wil je er 10 euro bij? Maar je bent zo'n baas als je nog terug bent gegaan. Ja, nou. Nina Waring, ja. Mega gul. Mega gul. Oprecht, hij hoeft er niet eens om te vragen, je krijgt gewoon een tientje bij. Ja, en Nina, als je Calvijn toch een keertje zat bent, dan mag je altijd in mijn DM sliden. Zo, direct wel. Ik had het wel geweten, Nina. Hij is niet nerveus. Lekker bij Calvijn blijven. Maar nu we toch op deze tour zijn. Ja. Volgens mij is de volgende ooit uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland. Ja, het is niemand minder dan... Anna Nusjen. Ja, maar het is oprecht wel echt een mooie straat mee dan. Maar wat ga je daar fixen? Geld. Ik bedoel, daar heeft ze genoeg van, dus ik kan vast wel wat meer. Cash money. Ja, jij gaat gewoon voor die cold hard cash. Ja. 50 euro ben ik. Succes. Bramovic. Yo. Hoe is het? Oké. Ik zie een gespannen kop, jongen. Ja, ik vind het echt... Je gaat toch niet ergens aanbellen dan om 50 euro vragen? En waarom heb je die 50 euro nodig? Ja, ik dacht omdat ik hier op het terras zit en ik ben mijn portemonnee vergeten. Ik vind het wel een goed verhaal. Jij hebt 50 euro nodig, want je hebt hier een rekening openstaan, je hebt geen portemonnee. Dus je bent alle deuren, je bent gewoon radeloos. Ik denk dat ze thuis is. Ik zie haar namelijk volgens mij zitten. Ik hoopte zo dat ze niet thuis was, jongens. Vreselijk. Okay. Ik zou gewoon nu ervoor gaan. Ik denk dat je er klaar voor bent. Ja. Zet hem op. Niet te lang over nadenken. En blijven lachen, hè? Nee. Het leuke is, als je er ook nog even herkent, maar dan... Nee. Maar dan... Hey, wacht, jij als bent Monica. Monica.
Hoezo hangt hij nou op? Ik hoor, nu kan nee, we willen meeluisteren. We willen meeluisteren. Steeds nog in door. Helemaal oh, trek lijken. Kijk zijn kop. Kijk zijn kop. Bram. Ja, ja. Gaat goed. Maar ik, ja, maar je moet eventjes nu. Ik doe hem in mijn zak, die telefoon. Nee, maar ga. Ja. Maar ga we gaan willen mee kunnen luisteren. Gaat maar gaat het goed met jou? Ja, ja, ja. Hey. Nee. Nee. Hey. Ik zie het. Ik maak me zorgen om je. Ja. Ik ga zo slecht op dit moet moment. Je dit wel willen? Ik ga nu even aanbellen. Zet hem op, hè. Kijk hem. Hij gaat zo slecht. Hij gaat zo slecht. Hij ja. valt bijna flauw, joh. Even. Hij ligt in zijn hoofd. Hij denkt, waar heb ik mezelf ingelopen? Ah, ik hoop zo dat ze thuis is. Ik hoop zo dat Anna thuis is. Ik wil het zien. We weten waar Lil Kleine woont, toch? Oh, goeie. Dan vraag of Jamie thuis is. Misschien belt niet. Zie je haar door het raam heen? Nee, nee, links. Nee, naar links, Bram, naar links. Naar links. Links. Ik haat jullie echt. Goed kloppen. Is dat is, Anna? Is het ja, dat is Anna. Kijk, Bram, die gaat slecht. Is dat Anna? Ik denk, wat is het? Hi. Ik, oh, sorry, ik bel bij de verkeerde aan, denk ik. 83. Hey. Oké, okay, dan laat ik het. Dankjewel. Hallo! Het was dus een andere. Brammy. Brammy. Die kop. Die kop. Gaat het, Bram? Nee, nee, hè? Vind je het niet meer leuk? Nee. Zullen we naar huis? Nou, Bram. Voor jezelf gaan. Nou. Toch wel aardig, toch? Ja, toch? Ja, overal waar ik heb aangebeld, waar ze open deden, heb ik goed gescoord. En een mooie slippertje overgehouden. Ik moet zeggen, de vriendinnetjes van de mensen bij wie we het eigenlijk wilden proberen, waren ontzettend gul. Ja. 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 Ja, daar was ik wel blij mee. Ik denk je dat moet het maar... van de vrouwtjes. Ja, dat... Hè? Ja. Ja. Ik ben blij dat jij het zegt, hoef ik het zelf niet te doen. Hij krijgt alles los bij de vrouwtjes. Helemaal. Maar goed, als jij nog single bent en je denkt, jezus, wat een leuke vent. Ga naar Instagram en slijt in zijn DM. Dat is dus @BramBossom. Ja. Gewoon doen. Hartstikke leuk kerel. Volgende week zijn we gewoon weer terug. Maar 900% mannen naar ons kanaal kijken. Zie je ook niet vies van. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering. Wie weet is Bram er dan weer bij. Tot dan. Later. Later.